Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en het is vandaag best wel een speciale dag voor mij, want ik ga vandaag voor het eerst mee vasten. Ik doe vandaag voor het eerst mee aan Ramadan. Ik heb nog nooit aan meegedaan. Ik heb wel eens eerder gevast, maar dan op een christelijke manier. Voor de mensen die mij niet volgen, ik ben christelijk en mijn man is moslim. En ik heb vandaag, ja, dit jaar besloten om mee te doen. Om mijn man eigenlijk een beetje te supporten. Nesim die vast eigenlijk elk jaar. Maar hij heeft in zijn omgeving eigenlijk niemand die het echt samen met hem doet. In zijn omgeving niet echt veel mensen die het samen met hem kunnen doen. Dus hij voelt zich eigenlijk tijdens Ramadan best wel alleen. En hij heeft die feeling niet. En dat vond ik eigenlijk best wel sneu. Dus heb ik besloten om dit jaar met hem mee te doen. Om hem te supporten. Dit is dus mijn eerste dag. Ik ben vandaag wakker geworden om 11 uur. Het is inmiddels 1:30. En het was best wel grappig, want ik werd wakker. Je hebt altijd toch in de ochtend een bepaalde routine die je altijd doet. En mijn routine is dat ik gewoon meteen naar de koffiezetapparaat loop om koffie voor mezelf te zetten. En ik stond ook echt op met het idee van, oh ja, ik ga nu even lekker koffie drinken. Toen dacht ik, shit, dat kan vandaag dus helemaal niet. Dus ja, dat. En toen heb ik me daarna even eigenlijk gelijk opgefrist. Ik heb even mijn haar een beetje gedaan, gewoon dat ik er een beetje fris uitzie. Zodat ik me niet zo moe voel. Want altijd als ik mijn haar niet heb gedaan en geen make-up op heb gedaan, weet je, ik heb al een pyjama en badjas aan, dan voel ik me gewoon zo gelijk heel erg moe en ziek. En dat wou ik gewoon niet. Dus nu voel ik me eigenlijk ook best wel oké. Ik heb alleen wel altijd van, als ik dus niet rond 12 of 1 uur lunch of zo, dan krijg ik wel meteen hoofdpijn. En dat voel ik ook wel weer nu aankomen. Maar dat heb ik eigenlijk altijd als ik laat eet. Ik moest van Nessie gisteren een app downloaden. Die heet Al-Yaqeen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En ik moest deze app dus downloaden van Nessie. Want dan kon ik dus echt kijken over hoeveel uur ik nog mag eten. Dat is echt gewoon voor mij handig. Want gisteren moest ik bijvoorbeeld koken voor Nessie. Toen moest ik deze ook downloaden. En toen kon ik zien dat hij bijvoorbeeld over 20 minuutjes mocht eten. Daarna over 10 minuutjes. En dan kon ik daar een beetje rekening mee houden. Dus een super handige app voor als je vast. Het is inmiddels 3 uur. Ik ben net begonnen met editen. Ik vind dat mijn tijd echt zo langzaam gaat. We hebben denk ik niet zo'n goede dag, zeg maar, gekozen om te beginnen. Want Nessim is vandaag de hele dag eigenlijk niet thuis. En hij is pas om 8 uur thuis, eigenlijk vlak voor het eten. En ik merk gewoon dat de tijd echt zo langzaam gaat. Dus ik ben begonnen met editen. En ik ga denk ik maar straks even richting de supermarkt om te kijken wat ik vanavond ga maken. En dat ik me daar een beetje mee bezig ga houden. Ik ben mijn vlogs nu aan het uploaden. En ik heb me even voorgenomen om me even snel klaar te maken. En even gewoon richting de stad te gaan of zo. Om me even bezig te houden. Want ik wil graag een staafmixer kopen. Want ik was aan het appen met mijn vriendin. En die doet dus ook mee aan de Ramadan. Zij gaat vandaag tomatensoep maken. En ze gaf me dus het recept daarvan. Die ze had gevonden op internet. En die wil ik ook maken. Maar we hebben geen staafmixer thuis. Ik heb wel gewoon een blender. Maar ik wil gewoon eigenlijk altijd. Ik wil altijd al een staafmixer halen. Dus dat komt me nu even goed uit. Dus ik denk gewoon dat ik richting Mediamarkt ga gewoon. Gewoon een beetje daar gaan rondlopen. En dan gewoon een staafmixer halen. En dan weer terug kom. Ik ga me even snel klaarmaken. Zo, ik heb me even snel klaargemaakt. En het is echt zo slecht weer buiten. Niet normaal. Ik wil eigenlijk gewoon bijna thuis blijven, want het is echt gewoon keihard aan het regenen. En ik moet wel gewoon lopen naar het metrostation. Maar goed, ik denk dat ik beter uit huis kan gaan, dat ik de hele dag hier zit te rotten. Want ja, de tijd gaat gewoon heel erg langzaam, merk ik. Wat ik wel merk is dat ik heb bijvoorbeeld nu helemaal geen honger. Maar er mist iets wel en ik heb een beetje hoofdpijn. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu op het moment voel. Ik ga trouwens deze parfum even opdoen van Chloe. Dat is op dit moment echt mijn favoriet. En deze blijft echt heel lang. Oh, lekker man. Ik ben naar buiten en een zonnetje scheen gewoon. Ik ben er echt vrolijk van. Ik ga dus zo even naar de metro en dan ga ik richting Mediamarkt om even een staafmixer te halen. Dat is de planning. En daarna ga ik even naar de appie. En dan ga ik de laatste boodschappen doen voor vandaag. Nou jongens, ik ben net langs de Mediamarkt gegaan. En ik ben geslaagd. Ik ben net thuis. Ik heb net ook even boodschappen gedaan. Ik ga snel even mijn outfit switchen. En dan ga ik gewoon beginnen rustig aan met koken. Het weer is opeens helemaal omgeslagen. Het is gewoon super lekker weer geworden. En mijn katjes mogen naar buiten. Leuk hè? Ja, hè?
tas. Lekker zeg. Zo. Zo'n chille outfit dit. Heerlijk. Ik ga even mijn boodschappen uitpakken. Hi Dinari. Hi baby. Ik heb deze staafmixer gekocht van Tefal bij Mediamarkt. En dat heb ik mezelf aangeraden. Nou ja, ik keek gewoon naar de hoeveelheid watt. En deze heeft 1000. En ik vond qua prijs-kwaliteit verhouding dat deze gewoon het beste was. Ik heb dus helemaal geen verstand van apparatuur en dat soort dingen. En meestal moet een medewerker mij ook echt helpen erbij als ik wat ga kopen. Maar ik ging net wachten en er kwam maar geen medewerker. Toen dacht ik, weet je, fuck it. Ik ga zelf al die kenmerken even oplezen. En dan ga ik kijken wat ik denk dat het beste is. Dus toen heb ik voor deze gekozen. En nu ben ik extra trots op mezelf. Volgens mij is het echt de beste staafmixer ever. En yes. Okay, we gaan starten met dit. Ik ga dit opruimen. Trouwens, ik heb best wel veel energie nog, merk ik wel. Ik heb alleen wel hoofdpijn. Dat is echt het enige nadeel van alles. Mijn buik maakte net een paar geluiden, maar voor de rest, I feel okay so far. Het is nu trouwens 6:15. 6:15. Het gaat wel echt heel snel. Zo, keuken schoon. Ik ga nu starten. Okay, ik ga starten. Wat we nodig hebben is tomaten, basilicum, groentebouillon. Maar ik had alleen deze thuis, dat ben ik vergeten om te halen. Italiaanse kruiden, uitjes, knoflook, tomato frito, olijfolie, zout, peper. Eigenlijk moest ik alleen zwarte peper hebben, maar goed, ik heb alleen deze thuis. Paprika poeder, maar ik heb deze. En Italiaanse kruiden, that's it. Oké, stap 1, we gaan de tomaten snijden. Even kijken, ik heb voor biologische tomaten gekozen, want die vind ik gewoon veel lekkerder. Zo, en ik snij ze gewoon door 4. Zo, de tomaatjes zijn klaar. Nu ga ik 1 ui snijden. En volgens de recept moet ik 4 teentjes knoflook gebruiken, maar dat vind ik veel te veel, vooral voor tijdens het vasten. Dus ik gebruik er maar 2. Zo, ui en knoflook zitten er ook overheen. Nu doen we er olijfolie over. Dan doe ik het even voor een half uurtje in de oven. De tomaten met ui en knoflook zitten nu in de oven. Ik moet even een half uurtje wachten en ik heb het op 200 graden gedaan. Ik heb trouwens dit ook gekocht van de supermarkt. Deze was in de sale. En ik had deze altijd al een beetje uitproberen. Zijn geurstokjes van Zutzel. Ik ga ze gewoon in de wc doen. Even kijken of ze lekker ruiken. Hoeks vind ik hem best wel een beetje zieliger uitzien of zo. Ik had wel beter verwacht van Robijn. Vooral van Zwitserl. Jammer. Maar hij ruikt wel echt naar Zwitserl. En ik hoop dat de geur ook echt aanhoudt. Want ik hou echt van Zwitserlgeur. Zo, ik ben inmiddels de uitjes met de knoflook aan het bakken voor de lam. En ik ga er nu maar mee starten. Want lam duurt best wel lang voordat hij gaar is. En dan kan hij gewoon heel langzaam sudderen. Zo, ik heb de aubergine al gesneden. Zo, de lamp is er nu bij. Oh, wat lekker. Hi. Hi, Nini. De kruiden. Dit ga ik verder echt heel simpel houden. Er komt straks aubergine overheen. Heet water. Ik doe dit er een beetje bij. En peterselie. En that's it. Zo, ik heb er een beetje peterselie bij gedaan. Zo, en nu ga ik heet water. En hier overheen komt nog dit. En ze komen net van de appie. Kijk, ik heb dit gehaald. Laat zien dan. Kan toch niet? Jij zei dat je gezond ging eten. Beetje gezond. Oh my god. Zo, de tomaatjes zijn uit de oven. Dus ik kan beginnen met mijn soep. Ik ben echt zo benieuwd. Het is de eerste keer dat ik een soep maak überhaupt. Oké, volgende stap. Olijfolie verhitten in een pan. Dan al deze gebakken groenten uit de oven erin. We voegen toe tomatensausje.
alle kruiden die ik jullie hiervoor had laten zien. Nu ga ik in groentebouillon toevoegen. In plaats van groentebouillon heb ik eigenlijk een tuinkruidenbouillon. Daaroverheen nog heet water. De aubergine net toegevoegd bij de lam. Bij de soep voeg ik ook nog even basilicum toe. Okay. Ik ga eindelijk dit ding even uitproberen. Pas op, hè. Oh, je hebt turbo nu. Turbo? Wat is het dan? Geen idee. Ik heb zeg maar de beste gekocht. Die best, yes, the most exclusive. Nou, ik ben benieuwd, jongens. Oh mijn god. Oh, wauw. Heb je nou die turbo? Nee, dit is turbo. Zo, mijn soep ziet er echt heel goed uit. Het ruikt ook echt super lekker. Ik ben nu aan het nadenken of ik hier wel of niet gehaktballetjes er doorheen moet doen. Lekker. Zo, ik heb net een heerlijke Griekse salade gemaakt. Die gaat nu de koelkast in. Ik heb er nog geen olijfolie in, zo dat ik ga doen pas later. Zo, ons eten staat klaar. Wij gaan lekker beginnen met een soepje. Het ziet er lekker uit, Nassim. Gezellig. Gaan we beginnen met een dadel dan. Heel leuk. Vind ik echt spannend, jongens. Zo, dat is altijd, hè? Ja, anders kom je naast me zitten en leg de camera hier. Spannend, hè? Wij kijken trouwens voetbal Ajax. Die loopt 1-0 voor. Ik ben zo trots op jou, Mimi. Mashallah, echt. Oké. Okay. Time, hè? Gaan we nou een dadel eten? Ja. Ga bismillah. Die eerste smaak, eerlijk. Die eerste? Opeens proeft een dadel heel anders. Je waardeert een dadel heel erg, hè? Mm. Lekker man. Heerlijk. Echt zin in de soep. Ik ga een glas water drinken. Heel water? Lekker man. Die eerste soort water is ook lekker man. Ik wil snel drinken, gewoon rustig drinken. Oké, okay, jongens, wij gaan lekker eten. En dan zien we jullie. Succes allemaal met de Ramadan, jongens. Lekker bezig. Oh, ik mag eindelijk lekker soep eten. Oh. Yummy. Oh, met balletjes. Oh. Ja, ik heb toch wel gehaktballetjes toegevoegd. Oh, volgens mij heeft Nesum echt de meeste gehaktballen. Oh, ik ga een paar jatten van jou, want mijn is bijna niks in. Veel lekkerder dan zeg maar zo'n pakket soep. Echt? Oh, ik ben zo blij. Echt vers. Dat is echt mijn eerste keer dat ik soep maak. Jee. Oh, echt zo heel, echt vers smaakt die. Ja? Echt. Oh, ik ben zo blij. Zo, Ajax staat echt dik voor. In ieder geval, ik heb mijn soep op. En ik ben nu salade aan het eten en ik zit gewoon helemaal vol. Nee, dat mag niet. Dinar, eraf, eraf. Ik zit gewoon helemaal vol, joh. Dat had ik niet verwacht. Als ik zo doorga, dan ben ik gewoon min 10 kilo aan het einde van de rit. Kijk, mijn schatje op een afstandsbediening slapen. Oh, jij bent zo schattig. Dat is echt mooi. En kijk. Kijk haar. Kijk haar aan het chillen. Zij is echt een papa's kindje. Zij moet echt niks van mij, maar van Nessie. Mijn liefde. Altijd pal ernaast liggen. En dan lekker brullen. Oh, en als ik aan jou zit, ga je gelijk boos worden. Kijk, ze vindt het helemaal niet... Nee, ze laat haar los. Hi, hi lieve. Hou je ook een beetje van mama? Trouwens, het is echt een heel gekke wedstrijd. Het staat nu 2-2. Niet normaal. Dat wil ook even melden dat ik dus echt bijna niks heb gegeten. Behalve salade en soep. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ik ga een beetje opruimen. Nessie heeft zelfs zijn warme eten zeg maar niet gegeten. Rijst en worst en broccoli. Ze heeft niet eens gegeten nog. Hij is voetbal aan het kijken. Ik denk dat ik een beetje ga opruimen. En even lekker pure chocola ga eten. Ik heb er de hele dag al zin in. En ik had vandaag echt zoveel bijna fouten. Dat was echt vet grappig. Ik liep één keer naar de kast om pure chocola te pakken. Dacht ik, wat de fuck ben ik aan het doen? Dat mag helemaal niet. In de ochtend wou ik heel graag koffie. En ik stond op het idee dat ik echt gewoon koffie ging pakken.
En toen op het einde met het koken, wou ik dus mijn eigen soep proeven. Toen dacht ik, oh, dat mag niet. Maar ja, het rotte daaraan, dat je als je eten niet mag proeven, als je aan het koken bent, dat je niet weet hoe het smaakt. En mijn soep was wel een beetje aan de pittige kant voor Nessie. Was wel pittig, hè, Ness? Maar het was echt zo lekker. Ik ga de soep echt... Ja, mijn nieuwe staafmixer ga ik sowieso heel vaak soepen maken nu. Ik heb er echt zin in. Ik wil ook een van deze dagen alleen zo'n soep maken en zo. Ik heb er echt zin in. Dit was leuk hoor, Nessie.